afspreken met Klaas de Wal van Keurslager Zuiderzee. Welkom. Goedemiddag. U heeft meegedaan aan de 78e vakwedstrijd van Arnhem Rookworststad. De grootste nationale Gelderse rookworstwedstrijd. Was het de eerste keer dat u meedeed? Nee, wij doen al een aantal jaren mee. Ik denk dat we in totaal iets van 12, 13 keer hebben meegedaan. Dank u wel. Slagers kunnen meedoen in 3 categorieën. Rookworst, fijn, grof en speciaal. In welke categorieën deed u mee? Wij deden mee in de fijn en in de grof en in de speciaal. Maar de speciaal kun je ook nog opsplitsen in meerdere categorieën. En dat is dan wild, rund, varken, kip en kalf. En wij hebben daarin meegedaan nog met de kip, rund en wild. Dank u wel. 15 oktober was de uitslag. Welke prijzen heeft u in de wacht gesleept? Nou, we hebben een 4-tal prijzen gewonnen. We hebben onze fijne rookworst hebben goud. Onze grove rookworst hebben we goud, op onze kipgeelworst rookworst hebben we goud en op onze wild rookworst hebben we goud. Dat is mooi. Bent u van plan om een volgende keer weer mee te doen? Kunnen we dan rekenen op een kampioenspreker? De volgende keer doe ik zeker weer mee, want het is een hele leuke wedstrijd en het is ook een hele secure wedstrijd, want het is eigenlijk een vakwedstrijd. Dus dan kijken de mensen ook naar de achtergrond van het product. Dus wij doen zeker eens mee en de ultieme wens is om daar een keer de bronzen rookworst te winnen. Want dan heb je de allerbeste van heel Nederland. Dat zou helemaal mooi zijn. Wij eten stamppot altijd zodra het weer kouder wordt. Het is nu wel erg lang warm weer. Vandaag is het ook zo rond de 20 graden. Merkt u het in de hoeveelheid rookworsten die u momenteel verkoopt dat het buiten nog lekker warm is? Ja, dat merken wij zeer zeker. Eigenlijk is het rookworstseizoen al geopend. Maar goed, er zijn mensen die gaan nu zelfs nog barbecuen. Nu kun je wel barbecuen met rookworst, maar dat is niet echt helemaal de bedoeling. Dus wij merken dat zeer zeker. Er wordt veel minder rookworst verkocht dan andere jaren. Komen er binnenkort nog leuke rookworstacties bij Keurslager Zuiderzee? Ja, dat willen we wel doen, maar we wachten echt even op het koude weer. Dus ergens eind november, begin december gaan we nog even een keer lekker knallen met de rookworst. Dat is leuk. Dank u wel voor het interview en dan zou ik zeggen tot ziens in de ronde. Ja, dank je wel en tot ziens.